Coach, had je na een winst tegen Club Brugge verwacht dat Anderlecht thuis onderuit zou gaan tegen Charleroi? Maar nee, ja. Ik denk, op dat vlak ben ik zoals iedereen. Hè. Dat is een verrassing, denk ik, voor iedereen. Dus wie daar beweert dat hij had geweten dat Anderlecht ging verliezen tegen Charleroi, ja, dat is een leugenaar, denk ik. Hè. Die van Charleroi gaan dat wel gehoopt hebben. Hè. Zij wel. Zij gaan wel gehoopt hebben dat ze dat konden. Maar ik denk, de buitenstaander, die gaat er toch geen rekening mee houden. Ben je het ermee eens als ik zeg dat de bal nu in ons kamp ligt? Nee, helemaal niet. Hoor. We hebben nu de bal in handen voor de volgende match. Maar dan is het weer elk op zijn eigen terrein, op zijn eigen domein. Dus we hebben de bal niet in eigen handen. We staan 5 punten achter. We hebben de bal in handen ten opzichte van degenen die achter ons staan. Club Brugge staat op 1 punt. Charleroi staat er op 3. Dan zullen we waardig hebben op ik weet niet hoeveel, 5, 6 Oostende of zo. Of nog meer. Dus ten opzichte van die ploegen hebben we het in handen. Want als wij ervoor zorgen dat wij meer punten pakken dan die gasten, dan blijven zij achter ons. Maar ten opzichte van Anderlecht hebben we het niet in handen. Je staat 5 punten achter, wat heel veel is. Zelfs al win je nu, dan sta je nog altijd 2 punten achter. Dus als Anderlecht dan een heel goed parcours aflegt, ja, dan haal je gewoon niet in. Zelfs als Anderlecht een gewoon parcours aflegt, ja, dan moeten wij ook al blijven een heel goed parcours afleggen. Dus ik heb zo het gevoel dat iedereen ervan uitgaat dat, ja, dat eigenlijk even 4 of 5 matchen op rij winnen, dat het eigenlijk niets is, hè? Dat dat de evidentie zelf is. Terwijl dat helemaal niet zo is in deze playoffs. De reeks die wij hebben neergezet is eigenlijk al uitzonderlijk goed. 11 op 15 met 3 verplaatsingen is eigenlijk al fantastisch. Dus wij gaan nu proberen vooral van ons thuismatchen te winnen. En daarbij rekenen we uiteraard op ons publiek om ons die meerwaarde te geven ook in ons thuiswedstrijden. En dan hebben we nog 2 heel zware uitwedstrijden. Oké, als we al ons thuiswedstrijden kunnen winnen, dan hebben we 20 punten. Dat is evenveel als we gehaald hebben in het kampioenjaar. Wat heel uitzonderlijk zou zijn. En dan denk ik dat we sowieso zeker zijn van Europees voetbal. De motivatie bij de spelersgroep was voor zondag waarschijnlijk al groot. Na die nederlaag van Anderlecht zal die nog groter zijn. Schuilt daar mogelijk een gevaar in of is dat enkel een positieve zaak? De motivatie gaat, ik zou heel ontgoocheld zijn, moest de motivatie nog groter zijn. Hè, want dan zijn het echt wel geen profs. Hè, als ze alleen maar gemotiveerd zijn, afhankelijk van de omstandigheden en hoe de toestand eruit ziet. Sorry, maar een profvoetballer die moet iedere wedstrijd even gemotiveerd zijn. Als dat niet het geval is, ja, dan verliest hij zijn plaats. Dan komt er iemand anders in de ploeg. Dan is hij ook niet bezig aan zijn beste wedstrijd. Ik moet zeggen, ik heb de absolute toppers gezien. Ik heb er ook al met een aantal gewerkt, absolute toppers. Ja. Die staan er iedere week. Of dat dan nu tegen een ploeg is van tweede klasse of tegen een Champions League ploeg. Die staan er iedere keer opnieuw. En het zou zonde zijn, moesten er nu een paar zijn die nu extra gaan gemotiveerd zijn om tegen Anderlecht te spelen. Omdat we nu iets dichter zouden kunnen komen. En ik voel dat ook niet. Hè. De groep is gefocust. Dus heel de playoffs al gefocust. Dus dat zal nu niet anders zijn. Oké. Okay. Succes zondag, coach.